Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Wim. Ik ben gemeenteambtenaar en verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. Vandaag staat Theo aan mijn loket. Hij komt een plan indienen om duurzame woningen te bouwen op een oud bedrijventerrein, grenzend aan een recreatiegebied. Er komen nogal wat regels en procedures bij kijken om dat mogelijk te maken. Alleen, ik zoek me te pletter in alle wetten, regels en procedures. In het gebied gelden 3 bestemmingsplannen, 5 verordeningen van de gemeente en nog 2 van de provincie. Of 3. Uiteraard wil ik Theo graag helpen, maar het is zo complex geworden dat ik niet in staat ben om goed met hem mee te denken. Vervelend, Wim. De Omgevingswet gaat jouw leven makkelijker maken. Hoe dan? Je hebt nog maar te maken met 1 omgevingsplan, waarin alle relevante regels zijn opgenomen. Je krijgt de vrijheid om integraal te denken. Verschillende werkvelden van collega's komen bij elkaar. Samen kom je tot een betere afstemming en tot betere oplossingen. Je zult merken dat je beter georganiseerd kunt werken. Je expertise komt beter tot zijn recht. De wethouder verwacht ook van jou dat je zaken in samenhang beziet en daarin meedenkt. De Omgevingswet. Ruimte voor initiatieven. Een betere leefomgeving voor iedereen.